Een gebied met bewolking en ook regen trekt van zuidoost naar noordwest over ons land. Maar vanochtend komen in het noorden eerst nog brede opklaringen voor. Daar dus een prima start van de dag. Maar in Zeeland en ook in het zuiden van het land, daar is het toch flink nat. Op sommige plaatsen kan in die regen een flinke bui verscholen zitten. En dan is er ook kans op een klap onweer. Temperaturen vanochtend niet al te hoog, met waarde rond 15 graden. Vanmiddag wordt het dan vanuit het zuiden droog, komt ook de zon vaker tevoorschijn, al kan het in het noorden nog heel lang duren. Temperaturen daardoor tussen de 16 en lokaal 20 graden. Vanavond volgen uiteindelijk brede opklaringen, wordt het op de meeste plaatsen droog, maar met name in Zeeland kan er nog een enkele pittige bui vallen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 16, en een graad of 11 komende nacht. Morgen starten we dan met zon. Later op de dag ontstaan er steeds meer stapelwolken. En vooral in de westelijke helft ook een aantal buien. Temperaturen dan wat hoger dan vandaag, met 19 tot 21 graden. Vrijdag wordt het nog een stuk warmer met land in maart zomerse temperaturen. In de loop van de dag dan wel kans op regen en onweersbuien. In het weekend blijft de temperatuur boven de 20 graden uitkomen, maar zien we ook nog altijd een aantal buien terugkeren. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.